Het duurt nog even, maar in 2018 wordt Gouda de Roze Stad. Gouda organiseert dan Roze Zaterdag. Een dag die dient als ondersteuning van de belangen voor homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders. En ook al is het pas over een kleine 2 jaar, de voorbereidingen zijn al in volle gang. Ik praat erover met Nart Colijn en Nick Vaken van Gouda Roze en Roze Zaterdag. Welkom in de studio. Dankjewel. Ja, jullie hebben dus veel gedaan om Roze Zaterdag naar Gouda te krijgen. Hoe reageerden jullie toen jullie hoorden dat, dat Roze Zaterdag naar Gouda komt? Euforisch? Nee, dat was natuurlijk echt te gek. We hebben echt heel veel werk in het bidboek gestoken. Heel veel mensen gepraat, veel tijd ingezet. En ja, het is natuurlijk te gek als je dan Roze Stad van 2018 wordt benoemd. Ja, want je zegt een bidboek, wat gaat er aan vooraf aan zoiets voordat je je daarvoor kan opgeven? Moet je dan allerlei dingen doorstaan? Ja, je gaat sowieso een heel traject ga je in. Je wilt natuurlijk ook de ondernemers en de gemeente wil je aan jouw zijde hebben. Ik bedoel, je kan het natuurlijk niet alleen op gaan zetten. Dus eerst een inventarisatie of je die überhaupt mee kan krijgen. En vervolgens ga je vanuit daar ga je met de partijen om tafel zitten om inderdaad een bidboek op tafel te krijgen. Wat wil je gaan doen in 2018? Ja. En dat dien je in bij het overkoepelende bestuur van Roze Zaterdag Nederland. En zij maken vervolgens de keus. Ja. En die is op Gouda gevallen. Ja, en waarom Gouda eigenlijk? Wat zagen zij in Gouda? Nou, Gouda is natuurlijk heel multicultureel. En we hebben een regio waar nog wel wat te behalen valt. Dat was een belangrijk punt. Prachtige stad, veel ervaring met grote evenementen. Dat hielp enorm. Mm-hmm. Ja, en we hebben natuurlijk een te gekke rondleiding gegeven, dus dat gaf wel de doorslag. Ja. Nee, niet omgekocht. Nee, dat doen we niet. Nee. Nou, met de stad Gouda dan natuurlijk. Nee, ja, precies. Ja, want het is natuurlijk pas over 2 jaar, anno 2018. Waarom is eigenlijk zo'n dag speciaal voor homoseksuelen, lesbiennes, transgenders, biseksuelen, waarom is dat eigenlijk nog nodig? Nee, je krijgt natuurlijk op het moment, hoor je heel veel in het land, nou het is niet meer nodig en waarom moet dat nou en er is ook geen dag voor hetero's en dergelijke. Maar als je uiteindelijk gaat kijken hoe verder we in de acceptatie zijn, kijk er zijn heel veel Nederlanders die het normaal vinden. Maar er zijn ook heel veel... Nieuwe Nederlanders, bedankt. Die het, waarbij het nog wel een discussiepunt is. En de stap van tolerantie naar acceptatie die is nog heel groot. Dus het is zeker nog wel nodig. En dan gaat het niet om mensen die op een boot in een stringetje staan te dansen. Het gaat erom wat zit er allemaal omheen. Ja. Want merken jullie dat zelf ook, dat er is wel tolerantie, maar nog geen acceptatie? Ja en nee. Ik bedoel, ik ben vanuit mezelf niet heel erg hand in hand lopend op straat. Maar mocht ik het wel doen, dan heb je daar toch wel een onbehagelijk gevoel bij dat je wel achterom kijkt. Wie loopt er achter mij? En je voelt echt wel ogen in je rug. Dus dat zijn wel dingetjes van, hey, het kan misschien wel, maar je doet het niet. Nee. En dat is inderdaad de volgende stap, hè? Inderdaad van tolerantie naar acceptatie. Het moet gewoon worden om hand in hand te kunnen lopen, om elkaar een kus te kunnen geven. Om, hè, ja, het gaat dus niet alleen om acceptatie naar anderen toe, maar ook voor jezelf. Zeg maar. Want hoe maak je de stap van jezelf het gevoel hebben dat je niet hand in hand kan lopen naar mensen vinden dat het normaal? Dat het wel kan, ja. Kijk, en dat is ook een onderdeel van acceptatie. Het zit niet alleen in de samenleving, het zit ook bij homoseksuelen zelf. Ja, want en helpen dagen zoals bijvoorbeeld een Roze Zaterdag dan... daarbij? Hoe, of op nou, kijk, die Roze Zaterdag is een hele mooie dag en dat is fantastisch om dat te doen, maar we zijn het hele jaar Roze Jaar. En in dat Roze Jaar gaat het echt om educatie op basisscholen, middelbare scholen, aparte bevolkingsgroepen. En dat is natuurlijk heel iets heel belangrijks wat er eigenlijk bij komt kijken en wat eigenlijk nog veel meer helpt dan zo'n dag. Kijk, zo'n dag is een leuk feestje en dat is een fantastische markt met educatiedoeleinden en een kerkelijke dienst en 's avonds een groot feest op de markt. En dat is natuurlijk fantastisch, hartstikke leuk om te doen. Maar dat hele acceptatieverhaal, dat zit hem eigenlijk nog veel meer uitgespreid over dat hele jaar. Ja. Het gaat echt om de laag die daaronder zit. Ja, want hoe gaan jullie dat aanpakken? Dat willen jullie neem ik aan ook aanpakken, want het gaat het hele jaar nog door natuurlijk. Ja, we gaan sowieso inspringen op de evenementen die er al in Gouda zijn. Zoveel mogelijk evenementen om daar ook een beetje een roze deken overheen te geven, dat het echt het hele jaar door zichtbaar is. En daarnaast wat Nick zojuist al aangaf, inderdaad, hè, ook de voorlichting op scholen, samenwerking ook met de diverse instellingen die daar ook gespecialiseerd in zijn. Zodat je echt van alle factoren ook iets meekrijgt het hele jaar door. Maar je hebt het ook over stadsgesprekken, stadsdebatten, zeg maar, dat soort zaken. Dat zijn natuurlijk dingen die echt heel goed zijn voor onderling begrip. Ja, wat ik maak dat je juist ook die groep wilt bereiken waarbij homoseksualiteit of de acceptatie van homoseksualiteit juist wat gevoeliger ligt. Ja. Is dat, denken jullie daar ook bij na over bijvoorbeeld de activiteiten in aanloop naar die Roze Zaterdag? Of op zo'n dag zelf of in dat jaar? Nou kijk, ik denk dat als je het hebt over stadsgesprekken en dat soort zaken, dat het enorm kan helpen. Kijk, als je gericht uit gaat nodigen en mensen uitnodigt om het gesprek aan te gaan, weet je, dan kun je de pijnpunten vastleggen. Waar zit die gevoelige plek
kijken, nou, wat is het nou uiteindelijk? En wat is er nog nodig? Als je onderling die pijnpunten kunt bespreken, dan kom je natuurlijk een stap verder. En dat wil niet zeggen dat iedereen na 2018 denkt van, nou, ik vind het allemaal prima en het is allemaal goed zo. Maar als je daar maar een klein stapje in kan maken, is het toch weer een klein stapje vooruit. Ja. Wat doen jullie nog meer? Bijvoorbeeld, jij zit dan bij Gouda Roze. Ja, wat doet jouw organisatie bijvoorbeeld voor Gouda? Gouda Roze is net opgestart, echt een soort van belangenvereniging, een informatiepunt. Er is ook een website inderdaad actueel waarop de doorlinken staan naar de specialisatieorganisaties. En in aanloop na 2018 en ook na 2018 de focus op het roze in Gouda leggen en ook daarna inderdaad dat ook die aandacht blijft. Ik bedoel, hè, zo'n roze jaar en roze zaterdag is heel leuk, maar daar stopt het niet mee. We zien het echt als een beginpunt naar opnieuw de acceptatie in Gouda uitrollen. En in aanloop daarnaartoe een beetje een soort van pretpakket, de roze activiteiten, bijeenkomsten, samenkomen, mensen leren kennen vanuit hè, je eigen doelgroep. En daar is zebrapad. Ja, precies, want er komt een gekleurd zebrapad. Ja, ja, klopt. Wordt in oktober wordt die geopend. Ja. Ja. En er komt ook een speciaal feest in Sowat. Is dat volgens mij 30 september? Ja, klopt. 30 september in Sowat. Ja, dat is eigenlijk de eerste echte themaavond weer sinds lange tijd in Gouda. En ook in aanloop weer naar 2018 dat er meer van dat soort themaavonden moeten komen. Ten eerste natuurlijk voor de zichtbaarheid en ten tweede ook een manier om weer eens samen met elkaar een biertje te kunnen drinken. Ja, ja. Want Gouda heeft voor de rest nog niet echt bijvoorbeeld een speciaal café waar homo's... Nee, het is er vroeger wel geweest. Mm-hmm. Ik persoonlijk vraag me af of dat iets is wat heel specifiek nodig is. Zeg maar. Kijk, om nou te zeggen, je moet specifiek een gay kroeg openen. Ik weet het niet. Kijk, broer, wij komen ook in bepaalde kroegen en dan is het altijd hartstikke gezellig. En onderling superleuke sfeer en dat maakt het natuurlijk uiteindelijk niet zoveel uit. Of het nou alleen maar homo's is, of alles door elkaar, of alleen maar hetero's, of weet je, dat moet niet uitmaken. Nee. Even terug naar de Roze Zaterdag dan, want daar zijn jullie natuurlijk volop mee bezig. Ja. Wat is er nog allemaal nodig in aanloop naar 2018? Geld. Nee. Vrijwilligers. Nee, natuurlijk geld. Vrijwilligers. We zijn nu bezig met het samenstellen van werkgroepen. Dan hebben we het over werkgroepen, veiligheid, marketing, communicatie, programmering. Voor dat soort zijn alles wat erbij komt kijken. Ja. Daar zoeken we echt vaste mensen voor, waarmee we echt aan het werk kunnen. En daarbuiten zoeken we natuurlijk voor de Roze Zaterdag zelf. We zoeken om daarbij de 150, 200 vrijwilligers om die dag te kunnen draaien. Want wat zouden die vrijwilligers kunnen doen op zo'n dag? Nou ja, dat gaat van EHBO, het Rode Kruis wil graag meedoen, tot aan flyeren, wegwijzen, informatiepunten, dat soort zaken. Ja. En nou, misschien zitten er nu wel mensen te kijken die denken van joh, ik of wil wel investeren of als vrijwilliger, waar kunnen zij ergens terecht? Op dit moment kunnen ze ons bereiken via de Facebookpagina nog. En binnenkort komt de website online. Ja. En dan kan het direct via de website. Ja. En kunnen we verwachten op Roze? Die zijn natuurlijk al kernen. Heb je misschien een klein primeurtje van wat willen jullie graag zien op zo'n dag? Ja, ik bedoel, we zitten hier nu toch. Ja, wij willen Anita Meijer. Ja. Ja. Maar? Nou, dat is een kleine discussie binnen het bestuur. Anita, als je kijkt. Nee, kijk, weet je, er zijn natuurlijk een aantal artiesten die je heel graag op het podium zou willen zetten. Maar ja, dat heeft ook gewoon met budgetten te maken. En wat is haalbaar en wat is niet haalbaar. Ja. Want jullie hebben een bepaald budget nodig? Nou ja, de budgetten, we zijn nu aan het gaan bekijken wat de begroting ongeveer is en hoeveel geld er nodig is voor die dag en voor het hele jaar, zeg maar. Ja. Maar je bent daar natuurlijk wel aan gebonden. Ja. Dan tot slot, wanneer is voor jullie Roze Zaterdag geslaagd? Ik denk met dat, voor mij, als het dat kleine stapje vooruit is, zeg maar, en dat zowel het gevoel bij homoseksuelen in Gouda en de regio als de overige inwoners, zeg maar, als ik het even zo mag zeggen, als het een klein beetje samen is gebracht en we zijn er een klein stapje verder, dan zijn we volgens mij al heel goed geslaagd. Ja. Ja. En nou ja, wat gaan we dan nog merken tot die tijd van jullie? Veel roze. We gaan het dus allemaal meemaken. Ik ga dat zien. Hey, dank jullie wel voor het gesprek en ik wens jullie heel veel succes met de voorbereiding. En nou, hou ons op de hoogte, zou ik zeggen. Misschien kom je de volgende keer met het primeurtje van wie erom. En kom filmen, heb je erop staat. Uiteraard ga ik allemaal filmen natuurlijk. Dank jullie wel voor het gesprek. Dank je wel. En tot zover Goudenstad Magazine voor deze week. Wilt u deze uitzending terugkijken, dan kan dat via onze website www.goudenstad.nl onder het kopje uitzending gemist. Of via ons YouTube kanaal onder de naam RTV Goudenstad. Voor nu bedankt voor het kijken en volgende week zijn we er uiteraard weer met een nieuwe aflevering van Goudenstad Magazine. Dus graag tot de volgende keer.